Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door... Binnenkort past de sportieve strijd weer los. Dan nemen teams van vrienden en vriendinnen het op tegen andere dorpen in kerngezond Dorp en de Wel. Topsporters van Targos BVHC, VC Peelpush en ZVV Beringen leren de teams de sportieve knepjes van het vak. Daarna wordt in competitieverband tegen elkaar gestreden. Ook voeren de teams dorpenbijdragen uit in het eigen dorp. Dit alles om zoveel mogelijk punten te scoren. Kerngezond, Dorp en de Wel is eigenlijk voortgevloeid uit Kerngezond, Fris en Fruitig. Dat is een initiatief wat wij al op 25 basisscholen, groepen 5 en 6, doen. Waarbij een gezonde leefstijl centraal staat. Dat is binnen schools. En op verzoek van veel scholen van hey, hoe kunnen we daar een vervolg aan geven, zijn wij daarover gaan nadenken en is Dorp en Duel ontstaan, buitenschools. En Dorp en Duel is een battle op het gebied van sport, fair play en dorpenbijdragen voor de kinderen in de leeftijd 10 tot en met 12 jaar, groep 7-8, in de verschillende dorpen. Dus echt een dorpenbattle binnen de gemeente Peel en Maas. Vorig jaar vond de eerste editie plaats van Kerngezond Dorp en de Wel. In heel Peel en Maas vonden dorpenbijdragen plaats. We hebben met wat jongere kinderen hebben we samen gegamed. Het is leuk om met zo'n mensen samen te werken om ze ook te begrijpen. We hebben vandaag met Chef en Lin hebben wij vandaag bladerdeeghapjes gemaakt en we hebben gehaktballetjes gedraaid. En dan moet ik tomatenketchup curry erop zoeken. Met andere mensen omgaan, dat vind ik gewoon heel gezellig. En ook al ken je ze niet. En je komt ze misschien toch nog wel een keer tegen. Dat onderdeel vinden wij zo belangrijk, dat laatste, dat we daar ook maatschappelijke stage aan gebonden hebben in samenwerking met het Bouwers van de Booijen College. Om die teams te begeleiden in 2 tot 4 bijdragen in het eigen dorp. En uiteindelijk willen we natuurlijk trots op dat eigen dorp, leefbaarheid in het dorp, respect voor elkaar. Dat is de doelstelling van de battle. Welk team wint dit jaar de beker als opvolger van de onverslaanbare Cool Kids? Het leuke hiervan is, je kan in één onderdeel heel goed zijn. Er zijn teams die echt met sporten er bovenuit springen. Maar als die geen dorpenbijdrage doen of niet fair play gedachten genoeg hebben, kunnen die niet winnen. Dus je zal echt op alle drie de onderdelen behoorlijk moeten scoren. Zit jij in groep 7 of 8? Geef je dan nu op voor Kerngezond Dorp en de Wel. Ga naar wijzijnkerngezond.nl/dorpendewel. Daar vind je meer informatie. Omroep PNM volgt ook dit jaar de teams tijdens Dorp en de Wel. Kijk vanaf mei elke woensdag naar een gloednieuw seizoen. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door...